In het voormalig distributiecentrum van Jumbo aan de Amert in Veghel wordt volop gewerkt aan het inrichten van het grootschalige vaccinatiecentrum, waar woensdag officieel de eerste vaccinatieprik tegen het coronavirus zal worden toegediend. Met man en macht wordt de grote hal omgebouwd tot een voorziening waar straks vele honderden medewerkers aan de slag kunnen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk vaccinaties te kunnen toedienen. De GGD Hart voor Brabant, dat een werkgebied heeft van 25 gemeenten, waaronder Meijerijstad, is een van de drie GGD's die als eerste in Nederland een grootschalige locatie heeft aangewezen. En vorige week werd bekend dat Veghel is uitgekozen als locatie waar officieel die eerste vaccinatie zal plaatsvinden. Volgens een woordvoerster van de GGD Hart voor Brabant is de mediabelangstelling voor dat moment gigantisch. En dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want heel Nederland kijkt natuurlijk uit naar dat moment. En niet alleen Nederland, maar eigenlijk heel Europa, al is dat dan vooral omdat uitgerekend Nederland het laatste land binnen de Europese gemeenschap is waar wordt begonnen met vaccineren. En waarom Nederland daar relatief zo laat mee is, zal ongetwijfeld morgen volop aan de orde komen als de Tweede Kamer van reces terugkomt om hierover in debat te gaan met het kabinet.